deze woudschorrel. Schorrel. Na 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 na. Ja, gewoon in je moeder toch gewoon. Paarste zee. Wat gaat? Heb ik weer niet. Het is zo koud. Nee. Echt lullig. Goedemiddag, sorry voor het kutgeluid, laat was het aan. Het is vandaag maandag, ik ben echt de hele dag strandzagruinen geweest. Ik heb gewoon stress over bepaalde dingen. En dat werkt niet echt mee. Dus ja, ik ga zo naar een sportschool. En als ik daar ben, dan zie ik nog even of ik ga sporten. Ik wil wat benen trainen, because my ass is kleiner geworden. En daar heb ik dus echt helemaal geen zin in. Dus dan gaan we daarvoor even sporten. Dus ja, echt wel gezin in. Maar ja, het moet hè. Ik heb trouwens nu even dit aan. Ik mag niet mijn benen om voor wat ik de laser doe. Dus ja, ook zoals gaan niet heel snel in de zon denk ik. Dus daar maak ik me niet echt zorgen om. Ik pak even mijn oplader, mijn tas ingepakt. Ik pak even een banaantje. Wat te vreten en dan ga ik. Dus. Wish me luck. Goedemorgen. Gisteren zat ik ook echt precies zo. Precies hetzelfde outfit, maar ja, scheid. Ik heb gisteren lekker gesport en ik ben echt fucking blij. Want ik wil misschien, heel misschien, gaan studeren volgend jaar. Waarom ik opeens van gedachten ben veranderd. Ik heb gewoon het idee dat ik het kan combineren. Dus ja, misschien deeltijd, misschien voltijd. Moet nog even kijken. Maar het chillen is, er stond overal ja, toelatingseisen, HAVO met de vakken of economie of MNO. Maar ik had allebei niet, want ik had CM met wiskunde. En ik had wiskunde niet eens nodig. Maar, dus ik dacht elke keer, oké, dan moet ik een cursus doen. Dat heet een deficiëntiecursus of zo. Kost iets van €250 plus boeken erbij ongeveer €300. En dan was ik daar vanaf juni ongeveer mee bezig tot juli. Twee keer in de week naar Amsterdam. Ik had het er wel voor over, maar het was niet ideaal. En nu had ik een mailtje gestuurd. En wat blijkt nou? Ik hoef dus niet meer een cursus te doen. Want MNO of economie is geen vereiste meer voor deze opleiding. Dus ik ben in ieder geval fucking blij. Want kijk, als ook al ga ik over 2 jaar pas studeren. Ik hoef gewoon geen cursus meer te doen. Ik hoef gewoon geen MNO cursus meer te doen. Wat me er ook wel van weer hield om überhaupt te gaan studeren. Want dat is gewoon best wel irritant. Omdat dan moet je eerst nog een cursus doen. Dus I'm very happy. Nog iets, Stef die had een mailtje gekregen of die wilde komen werken op TESOL. Een weekje volgens mij. En ik ga proberen om dat ook te doen, want dat lijkt me gewoon echt vet gezellig. Ik ben alleen benieuwd of ze me aannemen, want kijk, ik heb heel veel ervaring qua met mensen werken en tv en zo, maar in de horeca werken niet. Maar ik heb er gewoon bij gezet, ik ben een doorzetter en zo. Gewoon even een beetje slijmen, nee. Ik heb wel gewoon eerlijk geweest dat ik gewoon geen ervaring heb, maar wel ervaring met mensen. Of ja, ervaring met mensen. Het leuk om mensen te werken en zo. Over ongeveer 20 minuten pak ik de bus naar Amsterdam. En dan ga ik naar de laser. Ik heb dit aan. Ik neem een shirtje mee. Het is echt vet warm. Dus ik denk dat het wel op zich een goede outfit is. Omdat ik nog steeds zit in de zon met mijn benen. Ik ga nu snel eten en dan pak ik zo de bus. Ik ben vandaag bij de laser geweest. En op een of andere manier had ik niet echt zin om te filmen. Ik heb echt spierpijn, want ik heb gisteren gesport en ik heb ook mijn benen daarbij dus getraind. Ik ga nu even mijn laptop pakken en eventjes informatie zoeken over de studie. En ik ga even editen voor de vakantievlog, want die wil ik morgen online gooien. Dus... ik ben ook echt super moe. Stef die gaat lekker vanavond naar vrienden en ik ga lekker vroeg naar bed. Good morning! Vandaag is de dag dat mijn haar bruin wordt. Waarom ben ik zo rood hier? Ik ben... oh, de muziek staat best wel hard trouwens.
Ik ben best wel zenuwachtig, want het is best wel blond. En ik heb het al echt super lang niet meer mijn eigen kleur gehad. Voor duidelijkheid, ik ben van mezelf brunette. Hier zie je ook wel die uitgroei daarvan. Maar het is niet, ik ben niet echt brunet brunet. Ik ben gewoon donkerblond, zeg maar. Maar wel tegen het bruine aan. Dus ik ga vandaag naar SheRolls. En SheRolls doet eigenlijk altijd mijn haar. En ik ga denk ik een beetje filmen daar. Ik moet nog even kijken. Soms voel ik me te awkward om te filmen, soms niet. Maar het is nu misschien wel heel erg leuk omdat mijn haar erg bruiner wordt. Dus ja, ik ben nu wat aan het eten. Ik neem ook eten mee, want ik zit daar vaak wel wat langer omdat ik heel dik haar heb. Dus ik ga goed preparen. Ook ga ik even naar de Coolcat om festivalkleding te halen. Dus dat is leuk. Vet stom, want ik heb het leuke pakje gevonden. Zeg maar, het hoort bij elkaar. Tenminste, je kan het bij elkaar kopen. Maar het is net even wat te groot voor mij. Dit shirtje zit wel goed, denk ik. Maar dit zit denk ik net even te los. Maar misschien dat ik dan alleen het shirtje doe. Ik vind hem wel heel leuk. Ik raad het echt aan. Deze broek past me niet eens een beetje, maar hij is zo leuk. Die is dus heel leuk. Deze is maat S en ik denk dat ik maat XS misschien wel pas. Dus die ga ik even laten bestellen, want dat kan ik in de winkels doen. Dus die ga ik dan denk ik wel dragen bij de trainers. Oké, hier moet je van houden. Deze. Op deze broek. Maar dan wel nog met een riempje. Dat is niet mijn idee. Ik zag het in de winkel. Ik vind het wel heel leuk, maar ik twijfel nog een beetje. Misschien een beetje te kinderlijk of zo. En dat is echt heel leuk. Ik heb binnenkort ook een optreden en ik heb binnenkort een soort festival in Zwolle, dus ik had ook een goed outfitje zo. Oké, ik heb gewoon gisteren, nadat ik terug was van een kapper, niet meer gefilmd. Ik ben nog net wakker trouwens. But look at my hair. Het ruikt echt nog lekker naar de kapper trouwens. Oké, het is nog niet af. Kan ik wel even zeggen. Er moeten nog een paar highlights in. En het heeft nog, zeg maar, soms heeft het een beetje een groene gloed. Hier is het net even wat blonder. Hier is het juist wat roder. Dit kan gewoon niet in één keer omdat ik heel dik haar heb. Dus dat is prima. Dus dat is prima. Ik ga volgende week... Ik kan gewoon niet wennen aan mijn gezicht zo, hè. Ik ga volgende week nog even langs om dan highlights in te laten zetten. Ik ben er heel blij mee, alleen ik kan echt niet wennen aan mijn gezicht. Ik was er gisteren weer een beetje aan gewend. En nu denk ik echt, oh my god, what happened? Maar ik vind het wel cute. Dus, ik hoop dat jullie er ook aan kunnen wennen. Dit is ongeveer mijn haarkleur. Gek, hè? Dus, Stef is weg. Mijn raam moet open. Dat ging soepel. Dit shirtje heb ik van de Coolcat. Ik vind hem super cute. Stef vindt hem stom. Ik vind hem leuk. Dat wil ik wel zeggen. Dit broekje. Hier heb ik alles op laten zien. Deze heb ik ook gekocht. Festival related. Daar heb ik een beetje op gelet. Oeh, uit adem. Deze heb ik ook gekocht. Wat ook top is, voor een festival, because dan heb je alles gewoon bij je in een lekker klein tasje. Oh chill, er zit ook een zakje in en nog zo'n ritsdingetje voor je important stuff. Dan heb ik deze, vond ik ook heel leuk.
deze. Hier moet ik nog even zelf ook aan wennen. Dit printje. En ik zag deze met deze. En deze riem zag ik op een pop. En toen dacht ik, wauw, dit is echt super leuk. Maar toen ik het zelf aan had, was het dat ik dacht, nee, maar de broek moet nog ingekort worden. Dus misschien daarom. Jullie hebben denk ik heel veel al gezien en het was ook jammer, maar niet uit. Deze. Wauw. Deze broek met zo... Ja, hoe moet ik uitleggen? Deze vind ik echt super cute. Ik ga me zo ook even omkleden, want ik heb vandaag weer dansen na drie weken. En ik wil eigenlijk... Kijk, je ziet wel een beetje kleurverschil. Ik heb vandaag alweer een afspraak gemaakt om het de final touch te doen. Ik weet niet waar mijn borstel is. Ik wil eigenlijk een beetje make-up op gaan doen. En mijn wenkbrauwen wat donkerder doen, want dat kan nu ook, nu ik eigenlijk weer mijn eigen haarkleur heb. Ik kon ze nooit zo super goed aanzetten. Ja. Ik vind het mooist, nu nog denk ik, om gewoon, nou nu is het een beetje te lang in het mond gehad. Om het zo heel sleek te dragen en dan echt zo. Snap je? Dit vind ik denk ik het mooist. Nu nog. Maar dat is ook omdat ik dat bij mijn blonde haar nooit zo super mooi vond. Dus dan kan ik dat nu wel doen. Ja, dit vind ik wel mooi. Ik moet er super erg aan wennen. Ik had ook weer gebeld vandaag. En trouwens, ik vind ze zo lief bij Sheerwolves altijd. Dat wil ik even zeggen. Ze zijn gewoon echt lieve meiden. Vrouwen, meiden, ja. Gewoon. Dus dat wil ik zeggen. Dat heb ik nu ook gezegd. Lekker in de herhaling, joh. Maar is het nu dus wel een beetje raar. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het echte eindresultaat is. Als ik dan... Ik vind het nu ook al mooi, hè? Als ik dan daar ben geweest weer. Dan hebben ze gaan nog een keertje het soort van nog een keer verven. Maar dat heet dan een toner. Het is ook niet heel schadelijk voor je haar. Beter dan blonderen is eigenlijk. En dan gaan we dus de laatste final dingen doen. Zodat ik nog een beetje highlights hier heb. Want hier zie je heel erg dat het geverfd is. Maar ja, dat kan je ook niet. Kijk, het kan allemaal in één dag. Maar bij mijn dikte haar zit ik daar dan al een halve dag. En dat was niet echt de bedoeling. Dus vandaar. Ik hoop niet dat ik te wel aan het ratelen ben. Ik ga even deze bende opruimen, want morgen gaan we op familieweekend. En ik ga denk ik alvast een beetje dingen pakken die ik wil meenemen. En ja, dat is het een beetje eigenlijk. Ik heb nu wat meer make-up gedaan. En ik kan er gewoon nog steeds niet aan wennen. Gewoon nog steeds niet. Misschien zijn jullie wel gewend, omdat jullie me net het nu zien zo. Maar... Lekker weertje. Gaat het echt lekker. Oh nee. Ik moet echt op mijn camera vallen. Oeps. Eerst een regel in zijn speech. Oh, ik was aan het kijken. Het was mijn laptop leeg. Dus vandaar dat hij het best weer aanging. Ja, ik ga even niks doen. Vrijdag. Good morning. Oh, nee. Ik heb nog steeds last van niezen. En mijn hond te niezen. Maar het is vandaag vrijdag, zoals jullie weten. Want er staat zo... Vrijdag, denk ik. Ik ga vandaag naar een uitzendbureau voor een gesprek. Over Tessel. Ik zie er echt heel moe uit. Dat ben ik ook. Ik ben even eten aanmaken. Tosti zit in de tosti-ijzer. En ik ga dan om 10 uur heb ik het gesprek. Dus dat is best wel vroeg. Dus ja. Ik heb me klaargemaakt. En ik ga richting dat gesprek over een paar minuutjes. Ik ben benieuwd. Ik heb nog nooit zo'n gesprek gehad. Dus het enige wat ik kan doen is gewoon mezelf zijn. En ja. Good morning. Good morning. Oh, wij zijn vandaag in school. Wij zijn vandaag in school. En dit is mijn outfit. Mijn LSU hoodie. Die is van mij. En mijn LSU shirt. Goals.
Ja, dat zie je ook echt. En wij gaan naar Alkmaar fietsen. Wat wil je van de lucht? Huh? Wat is dat voor luchtje? Is van mij. Lekker? Ja? Ja? Echt? Ja? Hoezo, huh? Ja, maar omdat ik hem nooit heb geroken. Ja, deze heb ik dus een ander. Je hebt die van mijn daarom... pa opgedaan of zo voor de grap. Nee, daarom is het een ander luchtje. Daarom vraag ik dit. Oh. Maar wij gaan er ook maar fietsen, dus dat wordt wat. We zijn in Alkmaar. Het is echt een leuke stad. Dus. Schorrel! Hey, jongens en meisjes. A-C-E-A-E. Hebben toen, hebben toen, hebben jullie nou waar? Waar hebben ze in de boeken in de boeken in de wie? De boeken in de boeken in de wie? A-C-E-A-E. De herde toe de herde toe de zee, we know we hangen toe de boeken in de boeken in de bie. Als je de he, ha, de herde toe de herde toe de zee, we know we hangen boeken in de boeken in de bie. Als je na 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 na. Nu wordt het even een kwestie van goed kijken waar we heen gaan. Dus ik ga even de vlog afsluiten. Oh, laat dat maar even doen dan, hé. 2 seconden. Momentie. Daar gaat hij. Moment. Wij gaan zwemmen in een hotel die wij denken dat die aansloten zit bij ons, zeg maar, park waar we in zitten. Goeie zin. Dus ja, en dan gaan we pas de badslippers daarheen. Stilo. Oké, we mogen dus zwemmen omdat wij in zo'n huisje zitten. Maar het is zo vaag. Wat, ik vlog nu met mijn telefoon, maar... We zijn zeg maar het hotel ingekomen. Niemand vroeg iets aan ons van god, komen jullie doen of zo. Toen vroeg gewoon iemand, hé, waar is het zwembad? Ja, hier. Of nee, daar moet je heen. Dus wij lopen daarheen en we zijn nu gewoon bij het zwembad. Maar niemand zegt er wat van. Heel vaak. Goedemorgen, ik heb weer vlechtjes in. En... Deze is lager dan de andere en ik kom echt niet tegen. Maar ik heb het zelf gedaan, dus ja. Ik ga even naar beneden, want ik moest wat voor mijn moeder doen. En we gaan vandaag naar het strand. En mijn broer en zus en schoonzus komen. Dus dat is gezellig. Oh, deze past even niet op mijn hoofd. Doei. Tada. Waar is de zee? Heb jij gewoon in je moeder toch genoten? Waar is de zee? Wij zijn bij de zee. Hargen aan zee, toch? Volgens mij heet het Hargen aan zee. Garden. Garden aan zee of Hargen? Hargen. Ik weet het echt niet. En we lopen nu in het water, want het is echt... lekker. Dus dat is wel leuk. Kijken of we nog wat kunnen zoeken. Ja, het is lekker. Wat gaaf! Er zijn allemaal mensen hier aan het zoeken volgens mij naar dingetjes. En ik wil ook dingetjes vinden. Behalve zeewier en schelpen. Cutie. Ik ben overgehaald. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, maar ik was mijn weekvlog eigenlijk vergeten af te sluiten. Ik ben eigenlijk nu alweer thuis, maar dat zien jullie wel weer in mijn volgende video. Ik heb een heel leuk familieweekend gehad, dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik word gekieteld om mijn voeten.